Hillary heeft een soort van eigen kokon om zich heen. En er is een ontzettend grote hiërarchie, merk je. Degene die, zeg maar, handpicked uitgekozen zijn door de Clinton zelf, die gunnen echt niemand een blik waardig. Dan heb je de mensen die wel eens met Hillary hebben mogen praten. Nou, die kijken ook op de rest neer. En dan zakt dat eigenlijk zo af. En jij bent ook een van die mensen die dus langs de deuren is gegaan de afgelopen jaren. Ja, ik doe onderzoek naar politieke communicatie. En zeker Hillary Clinton heeft werkelijk een fantastische communicatiemachine opgezet. Obama is meer van waarheen en waartoe en met z'n allen echt een visionair. Hij wil echt een beweging op gang helpen. Zeker Amerikanen hebben dus ook echt geen bel. Dus het heet ook knocking on doors, omdat je de hele tijd moet bonken op die deuren. En wat zijn dan de vragen die je stelt? Nou, eigenlijk is de bedoeling dat je niet te veel vragen stelt. Je moet eigenlijk een soort van scriptje afdraaien. Een heel politiek correct scriptje waar je vooral niet mag zeggen dat je voor Hillary bent omdat ze vrouw is. Het is eigenlijk een heel braaf gespreksscriptje. En op het moment dat je merkt dat iemand voor is, moet je eigenlijk stoppen met praten en zeggen: great, you make my day. Hi, this is Sandra and I'm calling from the Hillary Clinton campaign in Massachusetts. We are supporting Hillary Clinton for president because she has the strength and the vision to change things in Washington. And she'll be a great president on day one. Definitely not going to vote for her. Mm-hmm. Maar nogmaals, ze hangen niet op. Dat is het leuke van die Amerikanen. En hang jij dan ook niet op? Want dan denk je, ja, dan klaar. Moet ik zeggen, dank je wel voor je tijd en have a great day. Nee. Ja. En bij Hillary wordt eigenlijk dat hele campagne gedragen door feministen die niet mogen zeggen dat ze eigenlijk feminist zijn. Zij is wel echt een door beleidsplannen gedreven vrouw. Het is Obama stem je eigenlijk met je hart. En voor Clinton kies je met je verstand, omdat ze echt bekwaam is. Het gaat erom dat de politiek laat zien. Wij leven mee met wat er in de Nederlandse samenleving nu het gesprek van de dag is. Daar praten wij ook over en dat laten we ook zien aan de Nederlandse samenleving. Dat vind ik grote onzin. De politiek moet zich juist een beetje afzijdig houden. De zaak is, zoals dat deftig heet, sub judice, onder de rechter. En dan moet de politiek met zijn vingers afblijven. Laten we het hebben over burgerinfiltratie. En dit naar aanleiding van uw optreden in de Tweede Kamer vanmiddag. En uiteraard alles aangejaagd door Peter R. de Vries, die in zijn uitzending beelden liet zien van een burgerinfiltrant, Patrick genaamd, die Joran van der Sloot allerhande vragen stelde. En dat is ook allemaal nog uitgezonden ook. De politie mag dat niet. Zou u vinden dat het wel moet? Ik denk dat het onder bepaalde omstandigheden, bij ernstige misdrijven die zich hebben voorgedaan, en waar het politieonderzoek niet verder kan komen, om wat voor reden dan ook, dat het een zinvol instrument kan zijn om de zaak weer open te breken. Nee, ik ben tegen burgerinfiltratie. Het is wettelijk wel mogelijk onder bepaalde hele stringente voorwaarden. Alleen een officier van justitie kan het doen. En het kan eigenlijk alleen maar bij georganiseerde criminaliteit, dus niet ten aanzien van één burger. Dit was strafbaar, wat meneer De Vries deed. Het was een misdrijf. Hij pleegde met meneer Van Eemt twee misdrijven. En als ik het even goed heb opgeteld, kan hij, stel dat Joran van der Sloot veroordeeld zou kunnen worden voor het wegmaken van een lijk, dat levert maximaal 6 maanden gevangenisstraf op, dan zou De Vries met meneer Van Eem, die kunnen maximaal op 9 maanden gevangenisstraf komen. U zegt dat je eigenlijk met de wet in de hand, als advocaat van Joran van der Sloot, ervoor zou kunnen zorgen dat die beelden nergens meer, en de mol, niet meer verkocht kunnen worden, nergens meer vertoond mogen worden, en dat zelfs wij strafbaar zouden zijn. Nou, niet zelfs wij, maar omdat wij het net hebben uitgezonden, als we dat zouden uitzenden. Absoluut. Als Joran van der Sloot morgen naar de kortgedingrechter stapt, heeft hij zo'n verbod. Ja, als het gaat om het maken van beeldopnamen die heimelijk worden opgenomen, dan heeft meneer Sprong mogelijk een punt. Mogelijk, absoluut. Dat staat in de wet. Maar veel belangrijker is de geluidsopnamen die er zijn gemaakt. Het is namelijk wel degelijk toegestaan om heimelijke geluidsopnamen van een gesprek te maken, als dat gebeurt in opdracht van een van de deelnemers aan het gesprek. Ja, Van Traar repte niet voor niets over een crisis in de rechtsstaat. En waar kwam die crisis door? Omdat die burgerinfiltranten niet goed stuurbaar waren. De politie raakte de regie kwijt. Within Temptation, we hebben het al een paar keer genoemd, is eigenlijk zo'n beetje het beste exportproduct wat de muziek betreft van Nederland. Sinds de laatste keer, van tussen 2007 toen nog wel, ja. Ik hou van moderne muziek. Oh, okay. Prachtig. Oh,
Hoe kan het dan dat je het grootste exportproduct van Nederland niet kent? Ik ken ook niet alle kaassoorten die we uit. Vroeger was het zo, dan speelden mensen muziek in een groot orkest. Vroeger, hè? Dat werd duf gevonden. Dus gingen we via de Beatles naar kleine groepjes toe. En nu gaan jullie weer met een groot orkest. Dat is toch een hele merkwaardige cyclische beweging. Ja, eigenlijk nee, denk ik niet. Ik denk dat het juist heel leuk is om twee uitsten bij elkaar te plaatsen. En ik... Het is wel het meest bijzondere optreden, denk ik, wat we tot nu toe gedaan hebben. En het is eigenlijk altijd een droom van ons geweest met een echt orkest te spelen. Grappig, dat ze zo anders dingen benaderen, weet je wel. En echt met een blaadje zo zitten van, wat Ruud al zegt, van dan beginnen ze bij maat 51. En wij zetten van, waar is dat in hemelsnaam?